Epidemieën, honger en oorlog. De dood is altijd aanwezig. Wat doet dat met mensen? In Luthers tijd zien ze deze ellende als voorteken voor de ondergang van de wereld. Het einde der tijd. Spoedig moet iedereen aan God verantwoording afleggen. Heb ik goed of slecht geleefd? Kom ik in de hemel, het vaagvuur of de hel? Als je heel goed hebt geleefd, dan ga je direct naar hem. Maar bij een zwaar zondig leven, zonder berouw en boete, volgt eeuwige straf in de hel. En dan is er ook nog het vaagvuur. Een wereld tussen hemel en hel. Hier zullen zielen eerst boete moeten doen, voordat ze naar de hemel gaan. De katholieke kerk speelt niet angst met verkoop van aflaten. In ruil voor geld wordt de straf in het vaagvuur afgekocht. De Nederlandse humanist Erasmus stelt deze handel aan de kaak. Maar hij is niet de enige. In Duitsland breekt een Augustijner monnik en theoloog zich er ook het hoofd over. De aflaatpraktijk maakt de weg naar de hemel gemakkelijk en de genade goedkoop. Maar wat is dat, een aflaat? In de katholieke kerk is het mogelijk om een aflaat te krijgen. Dat betekent dat je de straf voor je zonde kan verminderen door na te biechten, als boetedoener de rozenkrans te bieden, door op pelgrimstocht te gaan of door geld te geven aan de kerk. Maar kun je straf wel afkopen? Al snel wordt in de late middeleeuwen het kopen van een aflaat heel populair. Het is makkelijk en de kerk verdient er goed aan. In Luthers tijd profiteert de paus hiervan als hij geld nodig heeft voor de bouw van de Sint-Pieter in Rome. Voor de Duitse vorsten wordt dit een groot probleem. Al het muntgeld verdwijnt naar Rome. En dat is weer slecht voor de economie. Daarom dwalen die aflaatpredikers. Die zeggen dat door de aflaten van de paus de mens gered en bevrijd wordt van alle straffen. Die 95 stemmen in het Latijn, de taal van de wetenschap, zijn bedoeld voor een discussie onder geleerden. En de nog jonge drukpers zorgt ervoor dat een geleerd geschrift van een theoloog uit het Klein Witteberg binnen 2 maanden in heel Duitsland gelezen wordt. In een razend tempo worden de stemmen vertaald, gedrukt en verspreid over Europa. In 5 jaar tijd is dit werk het meest gepubliceerde en meest gelezen werk van Duitsland. Ook in de Nederlanden slaan de geschriften aan. Maar het was helemaal niet mijn bedoeling om ze te verspreiden. Ik wilde er eerst met enkele mensen in mijn omgeving over discussiëren. Al snel gaat de discussie verder dan de aflaatverkoop. Het gaat over het gezag van de paus, gezag van Gods woord en de betekenis van de sacramenten. Daarmee komt het in een stroomversnelling. Luther wordt door de paus in de ban gegaan.
Karel de Vijfde roept hem ter verantwoording in Worms. Daarmee zou deze revolutie in de kiem gesmoord kunnen zijn. Luther staat voor een dilemma. En roepen of doorgaan? Wat gaat er gebeuren? Wat beslist hij? Zijn antwoord op 18 april 1521 is... Als ik niet weerlegd word door getuigenissen uit de Heilige Schrift of door heldere argumenten, dan ben ik gebonden aan de door mij aangehaalde Bijbelteksten. En zolang mijn geweten gevangen zit in het woord van God, kan en wil ik niets herroepen.